Steeds meer zaken worden online geregeld. Ondernemers en particulieren hebben daarom bij steeds meer organisaties gebruikersnamen en wachtwoorden nodig. Dat worden er meer en meer en dat is lastig. Je ziet dat je auto heeft een username wachtwoord, je verwarmingsketel heeft een username wachtwoord met de toon erop. En zo heb je straks honderden ook al in en om je huis. En dat zakelijk gezien wordt dat ook steeds meer. Dat is nu al het geval, maar dat wordt alleen maar erger. En niet alleen is het lastig, het geeft ook onbetrouwbaarheid. Want hoe heb je de zekerheid dat niet iemand anders ergens onder jouw naam inlogt en allerlei dingen kan doen? Daarom zijn er authenticatiediensten, meestal identity providers genoemd. Bedrijven of particulieren registreren dan hun persoonlijke gegevens bij een identity provider. En als er ergens online zaken geregeld moeten worden, loggen ze in bij hun eigen identity provider die dan de benodigde gegevens verstrekt. Zo gaat elke deur open op een veilige en gemakkelijke manier. Omdat je dat maar één keer hoeft te doen en dan dagelijks honderden keren per minuut zou kunnen gebruiken om overal in te loggen. De eerste stappen zijn een beetje lastig om te registreren, maar je hoeft het maar één keer te doen. Als je geregistreerd bent bij een identity provider, heb je eigenlijk een paspoort in digitale vorm. Organisaties in de publieke sector werken al veel op die manier. De Nederlandse overheid bijvoorbeeld heeft al jaren de DigiD, waarmee particulieren bij veel digitale loketten kunnen inloggen. En zo hebben bedrijven straks een e-herkenningsmiddel nodig om contact te maken met bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, allerlei andere overheidsinstanties en in de toekomst ook andere bedrijven. Dus om digitaal zaken te doen wil bijvoorbeeld de gemeente zeker weten met wie ze te maken hebben. Dus wat wij doen is eigenlijk de gegevens die op je paspoort of rijbewijs staan in een digitale vorm brengen. En we controleren ook of jij de eigenaar van dat paspoort bent. En dan heb je dus eigenlijk een digitaal paspoort. Ondernemers hebben dat nodig, maar ook burgers gebruiken dat bekend DigiD. We hebben ooit DigiD voor de Nederlandse overheid gebouwd. En die gebruiken het ook dagelijks om belastingaangifte te doen bij de gemeente. Nederland kent intussen meerdere providers die voor hun klanten identiteitsgegevens controleren en beheren. En op verzoek gegevens verstrekken aan een organisatie waar je zaken mee wil doen, bijvoorbeeld een gemeente. Je logt dan eerst bij ons in en dan checken wij of je inderdaad diezelfde persoon weer bent. En dan geven wij die data door aan de gemeente Den Haag. Als je dan bij de gemeente in gaat loggen, dan klik je daar op DigiDentity dat je via DigiDentity in wil loggen. Dan kom je op onze website, daar log je in en wij geven dan jouw identiteitsgegevens aan de gemeente Den Haag. Die krijgen altijd op dezelfde manier de data aangeleverd. En het maakt eigenlijk niet uit of je middel van ons hebt of van de concurrent. De gemeente Den Haag in dit voorbeeld krijgt altijd de juiste data door om in hun systeem te komen. En dus hoef je je niet meer apart te registreren bij elke organisatie waar je zaken mee doet. Je registreert je eenmaal bij je eigen identity provider en doorloopt daar de hele procedure van identificatie. Je registreert je bij ons op de website. Niet bij de gemeente, maar bij ons. Dat doe je met DigiD eigenlijk ook. We hebben ook DigiD gebouwd voor de Nederlandse overheid. Maar je registreert je dus bij ons op de website. Wij doen alle controles. Alles is veilig. We worden allemaal geaudit of alles veilig gaat. Daar is weinig discussie. Maar het gaat dan om de betrouwbaarheid. Daar hebben we drie niveaus. Of we controleren, heel simpel, een kopietje van je paspoort. Op niveau midden, dat is niveau laag. Niveau midden willen we echt het originele paspoort wel gezien hebben. Daar hebben we een app voor ontwikkeld op de telefoon. Daar kun je een foto maken. En twee selfies, dan gaan wij controleren of die selfies gelijk zijn aan de foto of het paspoort. En niveau hoog doen we hetzelfde, maar dan gaan we je ook echt face-to-face zien. Dus dan moeten we echt iemand gezien hebben, of die komt bij ons op kantoor of wij komen naar ze toe. En dan kan je straks bij de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld echt wijzigingen in de Kamer van Koophandel doorvoeren. Of een bedrijf starten bij de Kamer van Koophandel. Hoef je niet fysiek meer naar de Kamer van Koophandel. Kan je door middel van in te loggen, kan je een bedrijf gaan starten. En dat zijn de drie niveaus die je hebt qua betrouwbaarheid. Dus je kan als bedrijf kan je zelf middelen op drie niveaus kopen. En je bepaalt als bedrijf ook bij wie je dat aanschaft. Je maakt een keuze bij een identiteitsprovider. Er zijn er zes op dit moment, of zeven zelfs in e-herkenning. Je maakt daar een keuze. En dat is eigenlijk net zoiets als je vroeger, je ging de eerste centen verdienen na je studietijd. En je kiest een bank uit waar je je salaris wil gestort wil hebben. Bij ons kies je dan, oké, ik ga daar mijn digitale identiteit vastleggen en voor de komende jaren gebruiken. En de keuze is volledig aan de bedrijven zelf met wie zij zaken willen doen. Een e-herkenningsmiddel dat je overal kunt gebruiken om je te identificeren, krijg je door je eenmaal goed te registreren bij een identity provider. En als je dat doet bij DigiDentity, is die eenmalige registratie vrij eenvoudig en gebeurt alles met moderne technologie middels de mobiele telefoon. Nou, dat gaat heel makkelijk. Je registreert je via onze website en daarna heb je je mobiele telefoon nodig om ook te bewijzen dat je bent, wie je zegt dat je bent. Daarbij gebruiken we het paspoort of het rijbewijs en een selfie.
Dat gaat heel simpel. Je registreert je op je telefoon. Je start onze applicatie op waarbij je de registratie start. En er komt een moment dat je je paspoort moet fotograferen. Dus je maakt dan een kopie van je paspoort of een foto van je paspoort. En daarna twee selfies en dan wordt bij ons in de service desk wordt dat gecontroleerd. Om dat nog makkelijker te maken, want een foto maken levert toch wel wat problemen op, hebben we de nieuwste app die we binnenkort uit gaan rollen, dat we de chip uitlezen. In elk paspoort, Nederlands paspoort, maar ook internationaal paspoort, zit een chip. En dan is het vervolgens de app opstarten. En ik zeg dat ik de chip uit wil lezen van mijn paspoort. En dan leest hij de paspoortchip uit met alle details. En dan weten we zeker dat dit jouw paspoort is. Wij zijn bijna 10 jaar geleden, toen ik het bedrijf opgericht heb, zijn we al begonnen met de route in te zetten om de kaartjes uit te faseren en naar de mobiele telefoon te ontwikkelen. Dat was in het begin niet volledig mogelijk, maar nu met de laatste telefoons hebben we echt nog steeds wereldwijd een uniek systeem staan die volledig op de mobiel gericht is. Je hebt geen kaartjes, geen readers, niks. Met dit uitlezen wordt er gecontroleerd of de chip echt in het paspoort zit. Dus er is echt communicatie nu tussen de chip van het paspoort en de telefoon. En er wordt gelijk gekeken, op dit moment is er ook al gecheckt of ik bij Interpol of het paspoort gestolen is, ja of nee. En er zijn eigenlijk alle zaken zijn nog beter gecontroleerd. Daar zijn alle details van het paspoort uitgelezen, zelfs een kleurenfoto. Vervolgens gaan we een selfie maken en die wordt bij ons op de service desk wordt die selfie gecontroleerd. Of die overeenkomt met de foto van het paspoort. De middelen zijn denk ik allemaal wel even goed, maar er is keuzevrijheid hoe je wat voor middel je wil hebben. Nou, dan maak je keuze, dat kan bij ons zijn of bij onze concurrenten. En daarmee kun je op diverse plekken met dezelfde username en wachtwoord, bij ons zelfs heb je geen username en wachtwoord meer, en met je mobiel kan je overal inloggen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door DigiDentity.